Megastore van Kranenbroek komt definitief niet naar Beuningen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan het Beuningse College van BMW. Wethouder Henk Plezier sluit nu definitief het dossier van Kranenbroek. Dit bleek woensdagmiddag tijdens een persbijeenkomst van de gemeente Beuningen. Dit heeft haar, ja, ze heeft mij ook daarover gebeld. Ik heb een keer gesprek met haar over gehad, dat triggert haar, hè, om te kijken hoe het nou precies zit en of er wel of niet sprake was van uitbreiding, et cetera. En naar haar mening zou het dus op basis van die inschatting, had er naar haar mening gewoon vanaf het prille begin medewerking kunnen worden verleend. En dan had Kranenbroek er bij wijze van spreken al gezeten. Dat neemt niet weg dat de gemeenteraad toch zou kunnen zeggen van nou, wij vinden wel, hè, dat van Kranenbroek er moet komen en wij werken eraan mee. En dan moet je gewoon kijken waar het schip strandt. Maar dat kan alleen maar als van Kranenbroek ook formeel aan de gemeenteraad vraagt om het bestemmingsplan te wijzigen. Hè. En ik heb afgelopen dinsdag gevraagd van wat het college gaat antwoorden. Hè. Dus dat ik dat ook graag als raadslid zou willen weten. Maar die heeft gezegd dat ze nog zorgvuldig aan het onderzoeken zijn. Dus er zou dus nog een schriftelijk antwoord komen. Het lukt de wethouder Plezier maar niet op contact te krijgen met de eigenaren van de Megastore. Voorheen moest de voorganger van Plezier, wethouder Driessen, ook al eindeloos wachten op een antwoord van Van Kranenbroek. Toen hield het bedrijf zich ook voortdurend Oost-Indisch doof. Wethouder Plezier zei in begin september al dat de gemeente geen ultimatum wilde stellen aan Van Kranenbroek, gekoppeld aan een uiterste datum. We zijn ooit met deze Megastore een proces aangegaan en dat willen we op een nette manier afronden, zei Plezier toen.